lì Natale. Ik verwacht heel veel virtuositeit op het gebied van regievondsten, maar waarvan ik alleen nooit weet of Bruun ze nou zelf bedacht heeft of dat ze uit de oorspronkelijke voorstelling uit Parijs of Londen of waar het ook staat komt. Want ik heb hem daar een keer vreselijk over gecomplimenteerd van die vondsten, toen keek hij een beetje schuchter naar de grond en zei ja, dat zat allemaal al in het origineel. Ja, wat heet, hele goeie. Bruun is een vakman. Ik voel me wel eens volledig verknipt. Ja. Als ik het te druk heb, voel ik me soms wel eens heel erg verknipt. Ik heb me ook letterlijk een keer heel erg verknipt gevoeld toen ik van een foute kapper thuis kwam. Dus ik ken het gevoel. Nou ja, daar heb ik natuurlijk jarenlang mee verdiend. Hè? Ik bedoel, verknipt zijn, dat is zalig, heerlijk. Verknipt zijn en er dan nog voor dik voor betaald worden ook. Oh, wat is dat toch leuk. Verknipt? Het ging een tijd geleden uit met iemand op wie ik heel verliefd was. Ja, daar ben ik wel een beetje verknipt van geweest. Maar ik ben niet gillend over de vloer gaan rollen of zo. Maar, Nou, zo net nog even, want de parkeergarage was weer vol. En toen moest ik dus weer gaan omrijden. En normaal niet ergens in Zaandam, bijna altijd zijn er omleidingen. Ook wanneer ik hier zelf moet spelen, meestal kom ik ook wel eens bijna te laat. Omdat het toch weer gewoon een opstopping is. Dus zo net was ik nog volledig verknipt, ja. Maar het is nu weer in orde. De slechtste ervaring bij de kapper. Nou, ik heb het één keer gehad, toen was ik heel klein, een jaartje of 9 of 10. Dat was ik bij de zogenaamde stationskapper. En toen hadden ze het zo hoog hier zo geknipt, dat ik toen 3 weken lang de hond niet durfde uit te laten. Dus dat was een hele slechte ervaring. Maar dat is heel erg lang geleden, gelukkig. Iedereen heeft volgens mij wel eens een slechte ervaring gehad. Ja, veel te veel betalen voor hele lelijke kleur paars. Ja, ja, dat klopt. Ik ben een keer naar een kapper geweest dat het een ellende werd. Dat was voor een toneelproductie waar ik in moest spelen. En toen zei ik, het mag wel een beetje wild. En het uiteindelijke resultaat was dat het er zo erg uitzag dat zelfs de regisseur zei, dat kan helemaal niet. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om het nog korter te knippen dan het daarvoor was. Mijn kapper is wel uit een ander land, maar geen moslim. Dus dat scheelt.